Betonpalen, je ziet ze natuurlijk steeds vaker als schutting gebruikt worden. Dan heb je die in verschillende uitvoeringen. Zo hebben we hier een gecoatte versie. En door die coating zal die minder snel verkleuren. Hier heb ik een ongecoatte paal. Die staat er al even in. En die is al behoorlijk wat verkleurd. Die is ook ooit die kleur geweest. En hoe je deze mooi zwart gaat maken, ga ik je in deze video laten zien. We gaan deze paal weer zwart maken met deze WS Imperial Black. Dit is een zwart kleurverdiepend impregneermiddel, wat de paal eigenlijk beschermt en ook weer een mooie kleur geeft. Voordat we dat gaan doen, ga ik hem eerst even behandelen met deze WS Advance. Dit is een schoonmaakmiddel, cleaner, primer eigenlijk, die we op gaan brengen om de paal weer goed schoon te krijgen, zodat deze een betere hechting heeft. Nou, we hebben hem helemaal goed ingeschropt, de paal, en het ziet het vel al echt goed losweken. Wat ik nu nog even ga doen, is het laatste vel even er allemaal afspoelen. Even met schoon water. Dan laten we de paal drogen en dan ga ik hem behandelen met de Imperial Black. Nou, en terwijl deze paal aan het drogen is, ga ik deze gecoatte paal ook nog eventjes schoonmaken. Hier zitten een paar lichte beschadigingetjes op, die ik straks ook mooi eventjes bij kan werken met de Imperial Black. Nou, zoals je kunt zien is de paal bijna droog. Ik begin vast even met het afplakken van het hout. Want ik moet wel zorgen dat het impregneermiddel niet op het hout komt. Want dat moet gewoon mooi blank blijven. Ik heb de Imperial Black eerst even goed geschud. En nu kan ik het gaan opbrengen met een rolletje. Dat doe ik eventjes vanaf boven naar beneden. Kijk, je ziet al dat hij best wel vloeibaar is. En je ziet ook dat de paal meteen, door de kleurstof die erin zit, mooi diep zwart wordt. Nou, ik heb de paal, had ik hem even eerst goed dik ingerold. Het middel is er inmiddels lekker ingetrokken. Ik ga hem nou nog één keer met een dun laagje even narollen. Om wat egaler te krijgen. En dan ga ik hem op laten drogen. En zoals je ziet is hij al heel mooi donker van kleur geworden. Ja, je kan de paal dus eigenlijk gewoon bijna als nieuw maken met dit middel. Nou, je ziet dat die paal eigenlijk als nieuw geworden is. Echt weer mooi donker aan het geschiet. Ik ga nu de gecoatte paal ook nog even behandelen, omdat hier een aantal beschadigingen op zitten. Dus ik moet hem hier ook wel helemaal meenemen, zodat hij weer egaal donker wordt. Maar je ziet dat deze, zelfs die gecoatte versie, dat hij er ook echt van opknapt. Om hier nou mooi tussen de paal en de schutting te komen, pak ik even een kwast. Dan kan ik hier mooi precies tussen de kier van de schutting langskomen. En zo krijg ik eigenlijk alle stukjes die in het zicht zijn, krijg ik mee. Nou, de palen zijn dan weer aardig opgedroogd en je ziet dus eigenlijk met een paar eenvoudige handelingen dat je palen weer bijna als nieuw zijn. Zijn jouw palen nou ook zo verkleurd als dat deze waren? Ga dan even naar gadero.nl/tv en kijk wat je nodig hebt om jouw palen weer als nieuw te maken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!